Luiders, welkom bij een nieuw video. Zoals beloofd, op donderdag een video. Geen rewards, geen packs met Paski. Want we hebben geen Weekend League gedaan terwijl we in Oostenrijk zaten, terwijl we op Wintersport waren. Geen rewards, wel een videootje. Ik moest me natuurlijk nog plaatsen voor de Weekend League. Want in Oostenrijk heb ik me ook niet geplaatst. Dus moest dat nog gebeuren. Ik zat een beetje na te denken, wat ga ik doen? Ik wilde eigenlijk het liefst een 23 draft video opnemen en daar was ik mee bezig, maar je gaat straks tijdens de beelden wel zien wat daarmee gebeurde. Dat was mijn idee, ging al snel fout om een bepaalde reden en dus een andere video. Ik dacht oké, fuck it, ik ga wel gewoon filmen dat ik mezelf plaats voor de Weekend League. Ga ik dat doen met weer een flappy strijders team? Die video heb ik dinsdag al geüpload en daar zit waarschijnlijk niemand echt op te wachten. Wel wilde ik die Ziyech en de Ligt in vorm allebei even testen en misschien wel kijken of ze misschien wel in mijn team passen voor de Weekend League, want dat zijn echt goede kaarten en daar was ik even benieuwd naar. Dat ga ik dus doen. Ik ga plaatsen voor de Weekend League met die twee spelers erin. En natuurlijk onze grote vedette, onze baas, ons fenomeen, Michel Vlap. Even nog één keer een shout-out naar Michel Vlap. Het gebeurt al vaak genoeg, maar ik wil het gewoon nog even benadrukken, want wat een baas is dat. Het is een goede speler. Hij heeft zijn debuut gemaakt voor Jong Oranje afgelopen week. Het is ook gewoon echt nog een goede gozer. En het leukste is, vandaag, nu net eigenlijk, zag ik een artikeltje op Voetbalprimeur waarin Michel Vlap aangaf dat de voetbalwereld zo is veranderd eigenlijk vooral. En dat die op social media tegenwoordig, dat voetballers op social media tegenwoordig misschien wat sneller kunnen worden afgezeken. Maar dat er ook een leuke kant aan zit. Dat hij bijvoorbeeld toen de e-sporter van Ajax, Koen Weiland, hem opstelde op FIFA, meteen duizenden volgers erbij kreeg op Instagram. Dus deze shout-out naar Michel Vlap. Volg die man even op Instagram. Hij zit op 8,5k of zo. Laat hem gewoon met z'n allen naar 10k tillen. En laat even ergens een reactie achter bij zijn foto's of zo. Dan weet hij dat je er via bij bent gekomen. Het is gewoon een held. Shoutoutje. Geniet van deze video. Flappy, laat weer grootste dingen zien. Veel plezier. Doe even een duimpje omhoog voor deze video. Dat we gewoon voor de derde dag op rij toch alweer aan het uploaden zijn. En niet vergeten, ik ben nu geplaatst voor de Weekend League. Dat betekent ook dat er dit weekend weer streams komen. Sowieso op. Nee, zondag wilde ik zeggen. Dan is het Pasen. Ga ik nog even laten weten op mijn Instagram. Volg mij ook even als je dat nog niet doet. Daar laat ik weten welke dag en hoe laat ik ga streamen met de Weekend League. Waarom doe ik dit? In elk geval, veel plezier. En zoals ik zei, begon ik dus eigenlijk met het opnemen van de 23 draft. En dit is in de tweede ronde. Ik maak 1-0, maar mijn tegenstander gaat weg. En dan weet je eigenlijk dat dat funest is. Ik had pas 5 doelpunten gescoord daardoor na 2 wedstrijden. En dan ga je die 23 nooit meer halen. Wat ik daardoor wilde doen in die derde en vierde ronde was gewoon eventjes die 96 rated Ronaldo R9 testen. En dat is een fenomeen, dat heb ik meteen gemerkt. Dat moet ook wel. Het is misschien wel de beste speler van de game op Team of the Year. Cristiano Ronaldo na misschien. Maar je ziet even wat goals voorbij komen die echt gewoon te lekker voor woorden zijn. Hij is zo fucking behendig. En gek genoeg vond ik het even niet lekker spelen vanmiddag. Gaat het allemaal weer traag? Misschien moest ik echt wel weer inkomen door mijn wintersport. Dat ik echt weer dacht, nee joh, is deze game zo traag? Maar met die R9 kan ik echt te zieke dingen doen. Dat is echt een fenomeen. Je ziet het, ik wil het draftje wel, maar ja, dat 23 draft, dat zat er even niet in. Matthijs de Ligt moest ik nog kopen. Ik had geen Weekend League rewards, dus ook geen de Ligt in rewards, in pakketten. Hetzelfde geldt voor Ziyech. Die gaan misschien wel in mijn Weekend League team. Ziyech, kijk eens even vooral naar die passing. Dat is misschien niet de kwaliteit of de statistiek waar de meeste mensen naar kijken als ze een middenvelder of een aanvaller willen. Maar wauw. Zijn afstandsschot valt me iets tegen. Hij heeft een redelijk hard schot. Maar overall gewoon een heel lekker spelletje. En Matthijs de Ligt hoef ik helemaal niet over te beginnen. 86 overall. En kijk vooral even naar die fysieke statistieken. Verdedigen is al prima. 89 staande tackle. Maar vooral 92 kracht. 89 springen, ook maar 92 kracht. Ik ging meteen even kijken van wat heeft Verdun het eigenlijk. Die heeft 88 kracht. Iets betere tackle wel. Maar de Ligt is eigenlijk gewoon sterker dan Verdun het. De Ligt is sterker dan Ferdinand. Goed, jullie zagen heel even kort het team waarmee we in deze wedstrijden gaan spelen. Ik ga me dus proberen te plaatsen voor de Weekend League. Flappy speelt gewoon. R9 heb ik eruit gehaald. Flappy, ja, vind ik een betere spits. Gewoon, ik speel liever met Flappy dan met R9. Nee, gekkigheid. Het is een beetje een combinatie tussen mijn Weekend League team en een beetje het halve Flappy strijders team. Arias speelt, Lozano speelt. De Ligt dus. Dit is Cristiano die invalt in de tweede helft. Want Flappy, ja, heeft ook wel eens zijn dag niet. Cristiano Ronaldo speelt gewoon in de tweede helft. Samen met R9, Lozano en Flappy haalde ik er even af in de rust. Dit is R9, die kan dit soort dingen ook gewoon laten zien. Ongekend, het zijn natuurlijk fenomenen. De tweede wedstrijd mis ik heel even het moment van dit doelpunt. Mijn capture card was vastgelopen, misschien wel doordat het zo'n lekkere goal was. Ik weet niet wat het is, maar Flappy meteen met zijn eerste goal. En je zag het op aangeven van Ruud Gullit. En die twee, die solliciteren met z'n tweeën echt naar de
award voor Man of the Match in deze wedstrijd. Sterker nog, voor gewoon Most Valuable Player of deze hele aflevering. Want die vinden elkaar zo makkelijk. En Flappy maakt echt kansen met links en rechts af. Hier is hij weer aangegeven op Neymar. Krijgt hem gewoon weer terug. Hop, tikt hij zijn derde binnen van deze wedstrijd. Het trickje van Michel Flap. Het is niet eens gek meer. We staan er niet eens meer van te kijken. En mensen denken nog wel eens dat ik een grapje maak. Of zoals ik zeg dat Michel Flap een fenomeen is. Maar hij is echt, echt zwaar overpowered voor zijn 66 rated. 66 rating, ik kom weer lekker aan mijn woorden. Het is weer echt als van ouds een lekker videootje dat ik zo aan het inspreken ben. Maar Michel Flap, het is echt een fenomeen. En hij en Gullit vinden elkaar dus makkelijk. Hadden die maar ooit een keertje samen gespeeld. Want je ziet het in deze aflevering, het is ongekend. Ziyech laat ook nog hier en daar wel wat zien. Assistjes, dit is een assistje trouwens van de licht. En dus een doelpunt net van Ziyech. Die twee, die kunnen echt wel wat. Neymar, moi, ook prima spelletje. Akka, hop, doorlopen, doorlopen. Michel Flap, volgens mij zijn vierde, misschien wel vijfde doelpunt van deze wedstrijd. Neymar doet nog een duit in het zakje. 9-2 wordt het. Dan gaat onze tegenstander weg. Die dacht waarschijnlijk, ja, ik wil niet dat mijn tegenstander in de dubbele cijfers gaat. Maakt allemaal niet uit. Prima teampje van onze volgende tegenstander met Sissoko is dat op mid-mid. Fut birthday card, Geel Rijkaard, Prime Icon. En dan komen we achter met 1-0. Dan denk je, het zal toch niet. Dat mag nog niet gaan gebeuren. Maar Gullit is echt op dreef. Ik speel in een formatie 4-3-3 met 1 nummer 10. Gewoon 1 cam. En dat is Gullit in deze aflevering. En dat is ongekend hoe lekker dat is. De licht was hier met een schitterende goal. Die ook niet zomaar elke speler afmaakt. En nu is het de grote flapshow in deze wedstrijd. Dit is echt een Luis Suarezje. Nog binnen frommelen met je weak foot. Gewoon met je linkerbeen maakt hij die nog af. Dat doen niet zoveel spelers. Terwijl ik hier met Gullit weer met een rainbow flick probeer te scoren. Maar echt, let op die Michel Flap. Die maakt kansen af die echt niet veel spitsen afmaken. Dat is zo vreemd. Hier loopt hij weer diep. Kijk hem even. Kijk hem. Gullit ziet het. Flap neemt aan met links. Tikje. En dan met links nog binnenkant paal. Dat is niet veel spelers gegeven. Hij met zijn weak foot, hè. Hij maakt echt alles af. Hier, hop, van buiten de 16. Een pegel. Alsof hij 92 shot power heeft. Echt. Ik snap het niet. Hij is echt goed. Hij is echt, echt, echt goed. Ik heb dan ook gewoon zin om hem echt in de Weekend League meer op te stellen. Dat moet ik ook gewoon meer doen. Hij komt weer sowieso in ons team. Ga ik standaard met Ziyech en de licht spelen? Het kan. Kijk, het voordeel daarvan zou zijn dat ik dus bijvoorbeeld Timothy Ramos kan verkopen als ik daar de licht op ga stellen. Het is natuurlijk, hij is iets minder dan Timothy Ramos. Dat kan niet anders. Dat moet zo zijn. Maar als je het gevoel hebt van ja, het kan ermee door. Het is gewoon een lekkere actie van Neymar die helaas niet eindigt in het doelpunt. Maar ik vond het toch wel leuk om er even in te laten. Ik was er een beetje aan het klooien. Maar als ik dus de licht erin zet, ja, Timothy Ramos is volgens mij 1,6 miljoen. Dan kunnen we misschien wel eventjes een lekker upgradeje doen van Gullit of R9 of Cristiano Ronaldo, toch de team of the year kopen. Daar komen we misschien nog wel iets tekort voor, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Ziyech gaat die spelen. Hij zou dan moeten gaan spelen in plaats van, ja, eigenlijk alleen maar untradables of Gullit. Gullit ga ik er sowieso niet uithalen. Vieira is untradable. Salah heb ik nu in principe in de basis voor komend weekend gezet. Ben benieuwd hoe die het gaat doen. Is ook untradable. Dus er is eigenlijk gewoon niet echt plek voor Ziyech. Daar komt het een klein beetje op neer. Het is wel een prima kaartje. Daar ben ik nu al achter. Komende week ga je hem sowieso zien bij Flappy Strijders. Dan zitten de licht en Ziyech er ook allebei sowieso weer in. Komt er dan nog een inform bij? Nee, dat is dan überhaupt pas voor de aflevering daar weer na. Dus dinsdag ga je Ziyech en de licht nog een keer zien. Dan in een iets ander team. Dit was echt gewoon fucking leuk om te doen. Ik wilde een videootje voor jullie uploaden. We zijn geplaatst. Jullie weten het. Dit weekend gaan we live. Flappy is gewoon de main man. Doe dat dus even. Volg die man op Instagram. Volg mij eventjes als je wilt weten hoe laat en welke dag ik live ben dit weekend. Volg Michel Flap. Gewoon @MichelVlap. Even op Instagram. Laat een reactie ergens achter dat je hem via mij volgt. Dat is helemaal grappig. Maar volg hem. Help hem naar de 10k. Want het is gewoon een hele chille gozer. Een hele goede voetballer. Gewoon genoeg reden om dat fenomeen. Kijk hoe lekkere goals hij weer scoort. Om hem te volgen. Thanks voor het kijken. Doe een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En eventjes op het belletje te drukken. Dan mis je niks van alle meldingen. En dat er weer een video of een livestream begint. Of een video online komt. Of een livestream begint. Dat is. Thanks. Adios. Struis.